Hoe zit het nou eigenlijk met de hardheid en de zachtheid van water? Ja, hardheid en zachtheid van water, dat voel je niet, want water is altijd hetzelfde en je ziet het ook niet. Water is kraakhelder. De hardheid, dat slaat op de hoeveelheid calcium en magnesium in het water. En dat zijn natuurlijke mineralen die in het drinkwater voorkomen. We zijn hier nu in de tentoonstelling bij de waterfabriek van het Dierenpark in Emmen. En hier kan ik laten zien hoe kalk in het water komt. Het grondwater is namelijk ooit begonnen als regenwater. Het regenwater is op de grond gevallen, door alle aardlagen gecijpeld. En na tientallen jaren komt het bij onze grondwaterwindput. En onderweg in de grond is het kalk tegengekomen. En een klein beetje kalk is in het water terechtgekomen. En zo komt kalk in drinkwater. Oké, een nadeel van hard water is ook dat je meer wasmiddel moet gebruiken. En dat kun je zien op het wasmiddelpak. Daar staat altijd een doseertabelletje op voor zacht water, gemiddeld water en hard water. En dat kan ik laten zien. Zacht water, dat heeft bij dit pak deze hoeveelheid wasmiddel nodig. En als je nou gemiddeld hard water hebt, dan moet er nog wat bij in. Dat is zoveel. En hard water, dan moet er nog een keer zoveel wasmiddel extra bij. Nou is het leuke in Drenthe dat we hebben geen hard water in Drenthe. Dus deze hoeveelheid die mag weer terug in het pak. Dat besparen we, dat kan de volgende keer gebruikt worden. We hebben in Drenthe alleen maar gemiddeld hard en zacht water. Dat ligt tussen de 7 en de 9,5 graad Duitse hardheid. Ja, en dat is een wat moeilijke term, maar dat is de hoeveelheid kalk die in het water zit. En ook van het water wat dan gemiddeld hard is, kun je best proberen om met die minimale dosering te kijken of je was schoon wordt. Dan kan dit ook terug, dan besparen we dat ook. Want gemiddeld gebruiken we eerder te veel dan te weinig wasmiddel. Want het is niet alleen de hardheid die de hoeveelheid wasmiddel bepaalt wat je nodig hebt. Maar dat hangt ook af van hoe schoon of hoe vuil de was is. Het hangt er ook van af hoeveel water je wasmachine gebruikt. Een hele moderne wasmachine, energie- en waterzuinig. Daar zit minder water in, dus ook minder kalk. Dus in Drenthe is mijn advies, gebruik de minimale hoeveelheid wasmiddel die op het pak staat.